In je vorige programma zit een fantastisch nummer over Allah. Zat, het is nu in de lucht verdwenen. Neem me niet kwalijk. Er zat een fantastisch nummer genaamd... Ja. Allah, ja, vrede op aarde, hè? Ja, ik ken het niet uit meer af. Maar een eenvoudige scheldtirade op moslims. Kan je niet een coupletje voor ons zingen? Om een beetje de sfeer te geven? Nee, nee, ik doe dat niet. Ik weet niet goed genoeg. Ik had bij de hand moeten hebben. Maar heb je het gezongen? Ik heb het 300 keer gezongen, maar dan ben ik het ook na een week vergeten, hoor. Nee. Het is een heel bijzonder... Iemand eindigt ermee dat Allah ons in zijn veewagons stopt. Allah houdt van tolerantie, dat wil zeggen die van u. Maar wie naakt zwemt op vakantie gaat in Allahs vlees van u. Allah houdt van godsdienstvrijheid, dat wil zeggen die van ons. Maar wie Allahs wet bestreedt, verdwijnt in Allahs veewagons. Dit alles geschreven in de tijd dat de gewone intellectueel nog absoluut geen rekening hield met iets als een Rushdie-affaire. Want ze vonden de islamieten op zijn minst subsidiabel. En... toch ook wel eigenlijk hele aardige, genuanceerde mensen. Maar de bittere waarheid in deze wereld is natuurlijk dat iedere gelovige gevaarlijk is. En zodra jij en ik weer een groep gaan vormen die eensgezind jou of mijn citaten op spandoeken zet, zijn we ook gevaarlijk. Maar je hebt het nummer geschreven voor de Rushdie-affaire. Was die Rushdie-affaire een bevestiging van je gelijk? Maar die heb ik niet nodig. Je kan gewoon door iets te weten en iets te lezen en je weet hoe islam in elkaar zit. Dat is nu, toevallig nu een van de radicalere godsdiensten op aarde. Ja. Maar er zijn er natuurlijk in alle godsdiensten, valt dat wel te onderkennen. Jim Jones, Amerika, Hindoeën. Hoe waren de reacties destijds op je Allah-lied? Nou, er werd nooit op gereageerd. Leek of mensen, omdat het rijmde, de ware betekenis niet zo tot zich lieten doordringen. En ik vind dat verder best. Mm-hmm. Het werd ook gepresenteerd in een tamelijk bot nummer over kwartetten met gijzelaars. Wat ik wel erg aardig vond. Twee mannen die dan met foto's gaan kwartetten en dan gewoon dus gijzelaars. Ik krijg van jou, hoe ging dat ook alweer? Ik krijg van jou. Ja, mag ik van jou dan mijn schoonzusje en dan krijg jij mijn moeder. En gewoon zo, zoals dat in de terroristische wereld gaat. Maar dan ernstig gestileerd. En, mensen denken altijd maar dat je een grapje maakt. Het is zo naar, terwijl het waarschijnlijk akelig dicht bij de waarheid ligt. In datzelfde programma waarin dat Allah-lied ook was, had je een nummer waarin bewezen werd dat God bestond. Waarin in ieder geval werd aangetoond hoe christenen het plegen te bewijzen. Ja. Dat kan je interessant vinden of niet. Ik vind dat zelf nog altijd wel de moeite. Bent u bang dat de moslims de zaken overnemen? Ik weet het niet. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Weet je, wij hebben hier in Nederland natuurlijk een voortdurende discussie over christenen en moslims. En hier zeggen we, jongens, dat moet allemaal samengaan en dat moet ook best wel kunnen. Maar ik heb een aantal mensen die werken in moslimlanden. Ja. Die proberen daar het evangelie te verkondigen. Ja. En je moet nou niet denken dat je als christen in een moslimland de vrijheid heeft die een moslim hier in ons Nederland heeft. Ja, maar wij zijn het beschaafde Westen en dat is daar wat minder ontwikkeld misschien. Ja, ik denk dat het met beschaving te maken heeft, maar ik denk dat het ook uiterst veel te maken heeft met toch de inhoud van een godsdienst als die in een land leeft waar de meerderheid moslim is. Ja. Daar is bepaald geen tolerantie hoor. Daar liggen de zaken totaal anders. Dus heeft u sympathie voor de ideeën van de Centrumpartij? Nee. Omdat hij zich ook met de vraagstukken van samenwonen... Ja, nee hoor. Ik denk dat dit een gegeven is. Wij hebben in Nederland veel gasten uit alle mogelijke landen. Ik denk dat, laat ik zeggen, een christelijke houding is van ze te houden en met ze om te gaan enzovoort. Dus als er een moskee bij u op de hoek wordt geopend met een mekkerende microfoon die naar Mekka wijst... Dan zult u niet een bezwaarschrift indienen? Dat vind ik alweer een ander verhaal. Ik zou geen bezwaarschrift indienen. Maar wat ik zou er ook niet erg blij mee zijn, niet vanwege dat gemekker, daar zou ik denk ik niet zo erg veel last van hebben. Maar, want de kerkklokken die luien ook. Dus, ja, ik heb een keer een hele correspondentie gehad met de kerkraad van Katwijk. Of dat Beieren wat later komt dan 9:30 op zondagmorgen. Maar dat kon niet. Mijn gebeden werden ook niet voor. Nee, dus wat dat nee, kan me goed voorstellen. zit er bepaald niet in. Maar goed, ga even door voor die opnieuw. Ik heb al eens een paar maal in publiek gezegd dat we in een land leven waarin elke maand een kerk dicht gaat. Ja. Gesloopt wordt of verkocht wordt of waar dan ook. En bijna twee moskeeën opengaan. Ja. Dat is typerend voor Nederland. Ik heb daar best wel moeite mee. Vooral vanuit het feit dat waar de islam groeit in Nederland, erg toeneemt, daartegenover staat dat het christendom enorm afkalft en afneemt. En vooral het laatste vind ik een heel verdrietige zaak. Ja. Ja,
Ja, ik zit erover na te denken. Je kan ook zeggen, misschien heeft God wel gewild dat mensen niet meer naar de kerk hoeven, dat ze het met zichzelf uitmaken. Ik denk dat je, als je christen bent, een heleboel dingen met God samen uit kan maken. Ik denk tegelijkertijd dat als je echt christen wil zijn, dat je toch ook elkaar nodig hebt. En of dat nou een kerk of een gemeente of dat maakt me niet zo erg veel uit. Maar in je eentje christen zijn is op lange duur toch ook een onhoudbare zaak. Ja. Allah heeft meer pompstations. Dat is een van de regels die mij daarbij is gebleven. En daar rijmde geloof ik veewagons op. Dus dan weet je wel ongeveer weer in welke richting dat ging. Nee, dat was een spijkerhard lied. En dat tekent ook de relatieve ongevaarlijkheid van het Nederlandse cabaret. Dat daar dus nooit ook maar ergens iemand over gevallen is. Want je preekt voor eigen parochie vaak. Ook zak en as, terwijl we vaak scherpe, stevige nummers hadden. Maar ja, de islamieten komen niet kijken. Bovendien word je alleen geslacht en er wordt een fatwa tegen je uitgevaardigd als je zelf islamiet bent. Dus het is tamelijk ongevaarlijk. Als u nou voor de vraag gesteld zou worden om die concurrerende god eens toe te spreken, Allah, wat zou u tegen hem zeggen? Allah bestaat niet, dus ik heb niks te zeggen tegen hem. Allah bestaat niet? Nee. Maar daarmee schoffeert u toch miljoenen mensen die in Allah geloven? Of ik die mensen schoffeer, dat weet ik niet. In ieder geval, ik heb maar één boodschap voor alle mensen. Er is maar één God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die we de Bijbel kunnen kennen. Maar hoe weet u dat toch zo zeker? Dat heeft de Bijbel mij geopenbaard en dat heb ik ook vervolgens in mijn eigen leven mogen ervaren. En dat is met twee maten meten, vind ik. Heb je het gevoel dat er veel verschil is tussen onze God en Allah bijvoorbeeld? Of is dat in wezen van hetzelfde laken en pak? Dat is, ik had er een stuk over Allah achteraan kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Dus Allah is de derde oprisping, zeg maar. Het is een drietrapsraket, Jodendom, Christendom, Islam. Ja. Ik denk over het geheel genomen dat de Islam iets meer, in een aantal opzichten, iets meer lijkt op het Jodendom dan op het Christendom. Ja. Dat wel, omdat het Christendom heeft bijvoorbeeld een duidelijk ascetische trek. Bij de christenen heb je bijvoorbeeld monniken, zeg maar, dat is typisch. Dat heeft, net als bij de boeddhisten, maar de joden en de moslims hebben geen monniken. Mm-hmm. De islam en het jodendom is wereldser. Het is op een bepaalde manier minder verheven. Het heeft dat verhevene van het christendom niet. Aan de andere kant is het ook nuchterder. Eigenlijk, de islam is bijvoorbeeld in essentie veel minder antiseksueel dan het christendom. Dat islam beloof je ook veel vrouwen in de hemel en dat soort dingen meer. Het grote verschil is dit volgens mij. Jodendom en islam, en dat geldt ook voor het confucianisme en een aantal godsdiensten, dat zijn godsdiensten die hebben de volgende ethiek. Die zeggen, kijk, je mag alles, alle types gedrag mogen in beginsel. Ja. Je mag best lust beleven. Je mag naar rijkdom, naar macht streven. Doet er allemaal niet toe. Alleen het moet volgens bepaalde wetten. Ja. Er zijn bepaalde regels die gesteld worden. Daarom verschillen deze ethieksystemen niet zo wezenlijk van seculiere ethieksystemen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld een ethieksysteem zoals het boeddhisme of Nieuwe Testamentische christendom, dat is essentieel anders. Dat is ontzegging. Ja. Het streven naar lust is fout. Ja. Zeg maar, dat moet je niet doen. Op geen enkele manier. En hoe minder je hebt, hoe beter het is. Hoe verklaar je dat aan seksuele van het christendom? Je haalt het zelf net aan, maar ik citeer je dus. Ja, dat weet ik niet. Hoe ik dat historisch moet verklaren, dat, als je dus zegt, hoe verklaar je dat? Nou ja, maar leg me dan eens uit dat zowel het christendom als de islam hebben allebei een grote aanhang verworven. Ja. Het is dus voor twee groepen gelovigen toch een heel aantrekkelijk geloof, anders word je dat niet. Maar het staat diametraal tegenover elkaar wat bijvoorbeeld de seksualiteit betreft. Ja, nou, het aantrekkelijk van het christendom is natuurlijk omdat het dat Oude en het Nieuwe Testament in zich draagt. Je kan er alle kanten op. Dat kan je met alle godsdiensten, maar met christendom kan je dat heel sterk. Ja. Omdat daar de Oude en de Nieuwe Testamentische boodschap, die elkaar dus op een aantal punten helemaal tegenspreken, zitten er allebei in. Dus je kan er monnik mee worden, maar je kan er ook veldheer of pooier mee worden. Dat mag allemaal. Dat is het aantrekkelijke van het christendom. Mm-hmm. De islam is natuurlijk ook weer meer eendimensionaal. Is het christendom misschien meer voor masochisten? Ja, maar dat is zo, denk ik. Maar er zit één addertje onder het gras, want het christendom zit wel slim in elkaar. De boodschap van Jezus in het Nieuwe Testament is dus alle genietingen die jij nu in dit leven hebt, ja.
Die zullen worden als het ware afgeboekt van je hemelse rekening, van de rekening in het Koninkrijk Gods. Dus als jij je met een zweepje laat slaan en je vindt het lekker, ja, dan dat is niet de bedoeling. Dan heb je het al gehad. Aha. Dus het is voor de echte, de recreatieve masochist, zeg maar, is het eigenlijk niet de godsdienst. Nee. U zit binnenkort in de Tweede Kamer. Er komt een conflict in het Midden-Oosten. En de Nederlandse Kamer, het Nederlandse parlement moet besluiten of ze een x-aantal raketten levert aan Israël. Hoe stemt u? U vraagt nu een automatische vraag waarop ik meteen zonder rekening te houden met omstandigheden een antwoord moet geven. Israël wordt bedreigd, weet ik veel. Bedreigd weer in oorlog. Ja. Het overleg met Syrië gaat mis. Ik geef een fictief voorbeeld. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar gesteld dat. Ik ben benieuwd wat u dan stemt. Nou, u mag van mij weten dat ik dat mijn opvatting is dit. Ik ben altijd kritisch geweest ten opzichte van de staat Israël. En wat dat betreft heb ik ook met vele Joodse vrienden en vriendinnen deze kritische discussies ook met elkaar gehad. Dus in die zin maak ik een verschil tussen de staat Israël en de Joodse bevolking. Dus als op een gegeven moment een gevaar dreigt voor de bevolking zelf, dan heb ik eigenlijk daar begrip voor en zou ik inderdaad meestemmen om de verdediging van de bevolking te steunen. Maar ja, als het gaat om handelingen van de kant van de Israëlische staat tegen de Palestijnen, dan zou ik eigenlijk voor de Palestijnen steunen. Mm-hmm. Maar even terug in de geschiedenis. Tijdens de Golfoorlog, Israël wordt bedreigd door de Scud-raketten. Als u als parlementariër de kans had gekregen, had u waarschijnlijk voor levering van raketten aan Israël gestemd die Scuds konden tegenhouden. De goalkeeper had u gesteund daarvoor. Nogmaals, voor de bevolking wel. Want ik zag een aantal mensen in de kelders, en kinderen, vrouwen, in de kelders leven met gasmaskers. Soms professioneel, soms eigenlijk alleen maar een beetje amateuristisch gemaakt. Dat vond ik inderdaad afschuwelijk. Dus in die omstandigheden zou ik inderdaad ook daarvoor zijn. U bent ook geen pacifist? Ik ben een pacifist. Maar? In die zin van, ik zoek geen oorlog, ik ben tegen geweld. Wie zoekt wel oorlog en wie is wel voor geweld? Ja. Niet zoveel mensen, toch? Maar je bedoelt van nooit enige stokje gebruiken? Ja. In die zin niet. Als ik nu keek naar de situatie in het voormalige Joegoslavië, ja, dan denk ik niet dat hij dat eigenlijk zomaar leidend moet blijven toezien dat in ieder geval een bevolking wordt continu beschoten door een andere bevolking. Dat hij denkt, ik hoop dat het in ieder geval vreedzaam opgelost wordt, want we zien dat dat niet gebeurt. Onlangs heb je eraan bijgedragen dat een columnist bij de NRC met het NRC Handelsblad weg moest, meneer Van Doorn. Nee, ik heb er niet aan bijgedragen dat hij weg moest. Ik heb een stukje tegen een stuk van hem geschreven. Mm-hmm. En vervolgens zijn er allerlei toestanden rond die meneer Van Doorn daar ter plekke ontstaan waar ik niks mee te maken heb. Die man had iets antisemitisch geschreven. Echt waar? Vond ik wel. Hij had het over de Israëlische pers en had het ergens over de Joodse journalisten. Ja, nee, maar niet alleen maar de Joodse journalisten. Die zijn altijd voor Israël. Daarmee maakt hij alle Joodse journalisten verdacht. Die konden niet onafhankelijk over Israël schrijven. Waarom niet? Omdat ze Joods waren. Toen heb ik gezegd, een klein stukje, dat is antisemitisme. Uh-huh. Dat vond ik kwalijk. Dat je alle Joodse journalisten zegt, eigenlijk zijn jullie in dienst van Israël. En ik dacht dat nooit niet onafhankelijk schrijven over het Midden-Oosten. Ik dacht dat het een bijzin was waarin hij het had over een bepaalde groep journalisten. Nee, dat dacht ik helemaal niet. En dat heb ik ook aangetoond dat het niet zo was. Dus ik heb gezegd, dat is antisemitisme. En vervolgens is daar een hele rel ontstaan. En is die man ook, volgens mij mag die man schrijven waar hij wil. Maar geen antisemitische dingen, dat moet hij niet schrijven, want dat mag ook niet eens. Mm-hmm. Dus ben je nou blij dat hij weg is bij de NRC? Nou, weet ik veel, dat moet de NRC zelf weten. Ik lees die krant. Als abonnee denk ik van, blij dat die man die dat antisemitische stuk geschreven heeft. Maar je vriendin die bij de RC werkt, die had een fax en je kon het zo... Dat heeft er niets mee te maken. Nee? Nee, dat heeft er echt niets mee te maken. Want je praatte erover in een interview met de Utrechtse School voor de Journalistiek. Nee, kijk, volgens mij slaat het helemaal niets meer met mijn boek te maken nu. Ik probeer even de les te trekken uit je persoonlijke geschiedenis. Ja, of je anders bent gaan reageren. Ja, ik ben heel anders gereageerd. Omdat ik dus... Even, nu breng je iets tussen wat ik dus even recht moet zetten, hè. Mijn vriendin daar werkt, heeft er niets mee te maken. Dus ze vroeg alleen van, hoe kan het dat stukje van jou tegen die meneer Van Doorn zo snel in de NRC kwam? Ja.
En toen zei ik, nou, dat kan je gewoon doorpiepen met een computer. Ja. En ik schreef zelf stukken voor NRC boekenbijvoegsel. Ja. En daarom had ik dus toegang tot het systeem. En mijn vriendin als redacteur van had ook toegang tot het systeem. Dus ik kon mijn brief heel snel versturen. Dat is het enige. Het is dus als je een NRC wil publiceren, zorg dat je daar een vriendin... Nee, dat heeft er dus absoluut niets mee te maken. En dat stukje is gewoon op zijn merites beoordeeld door de redacteur van de opiniepagina, Harry van Wijnen. Ja. Dus dat is allemaal van die dingen eromheen. Ik heb gewoon een stukje geschreven en zeg van dit is een antisemitisch stukje. Denk ik nou anders dan vroeger? Ja, ik denk daar anders dan vroeger. Want vroeger zou ik hebben gezegd, die man deugt niet of zo. Mm-hmm. Of hij heeft toen ook al. Of laten we eens nagaan hoe hij in de Tweede Wereldoorlog... Dan zou ik dus misschien eerder in een bepaalde traditie staande... Ja. ertoe geneigd zijn geweest om de persoon te diffameren. Zwart te maken. Ja. Nu heb ik me uitsluitend beperkt tot een tekstanalyse van het stukje dat hij geschreven had. En dat vind ik iets heel anders dan ik voorheen deed. Mm-mm. Leg heel even heel kort uit, waar ging het over? Dat was over dat de Joodse journalisten, waar ook ter wereld, niet objectief konden oordelen over wat er in Israël gebeurde. En dat de Joodse journalisten altijd met een zeker vooringenomenheid over Israël schrijven. Bij jou sloeg de vlam uit je hoofd. Dit is een antisemitisch stuk. Ik denk dat kan niet. Ik denk dat hij heeft ook waarschijnlijk journalisten van NRC Handelsblad op het oog. En dan moet je die mensen met name noemen, dan kunnen mensen zich verdedigen daartegen. Wie had hij op het oog? Weet ik niet. Weet ik niet. Ik had het idee dat het misschien wel Michel Stijn kon zijn. Dat het misschien wel Salomon Bouwman kon zijn. Maar ik vond het zo kloten dat hij dat niet gewoon zei. Want dan kan je... Kijk, als hij zegt, ik vind die journalist verkeerd schrijven daarover... dan kan zo'n journalist zich verdedigen. Maar de Joodse journalisten, dat vind ik een soort collectieve verdachtmaking. Jij wordt kwaad, je leest dat stuk. Wat gebeurt er dan? Ik heb mijn chef gebeld van de opiniepagina. Harry van Wijnen. Harry van Wijnen. En ik heb hem gezegd van, jee Harry, heb je het stuk gelezen? Nee, zegt, heb ik niet gelezen. En nou was het punt dat ik was ziek en Harry was er niet en er waren dus invallers. Ja. En bij zo'n opiniepagina, ik weet precies hoe het gaat, ik neem het ook helemaal niemand kwalijk. Van Doorn was een goede columnist die goed schreef. En als je dan in je eentje zo'n pagina ziet door te geven, dan... Kijk je naar de stukken waar veel aan moet gebeuren. En je weet dat van, is wel goed. En je weet van doorgaan. Tevoren dat Heldering van Doorn, dus al die vaste columnisten, die zijn niet voor niks columnisten, gewoon die mensen schrijven goed. Dus je leest vaak met een half oog, ik moet mezelf ook heel vaak overkomen, zo'n stuk gaat door. Mm-hmm. Dus het is helemaal niet raar dat niet iedereen dat helemaal gespeld had. Dus ik zeg van, nou god, moet je even lezen. En dus hij leest dat. En ja, ze zag wel waar de schoen wrong. Ja, dat is het goede woord, hè? Vrong, vringen, vrong. Vrong, vrong. Hij zag waar de schoen vrong. Ja. En nou, dit hebben we overlegd, wat zullen we doen en zo. En ik zei, nou, ik was ziek, maar ik zei, nou, ik wil best een stukje schrijven daartegen. Dus dat kan toch best, iedereen mag toch op die opiniepagina schrijven. Maar we hebben daarover zitten overleggen. Ik vond het toch een beetje een rare figuur, dat iemand die op die opiniepagina werkt en in het colofon staat en zo, dus eigenlijk een stukje tegen de eigen columnist gaat schrijven. Dus toen heb ik gezegd van zal ik dan Gijs Schreuders, want dat verhaal wil je natuurlijk horen. Die lag naast je in bed en die pakte het modempje en schreef een vlammend stuk tegen Van Doorn. Nou, die van antisemitisme beschuldigde. Met een modem kan je niet schrijven, door, sorry. Hij zond het door. Hij zond het door. We lagen nog niet in bed, het was nog niet zo laat. Jij wilde altijd veel pikanter dan het... Ik stel me dat zo voor, weet je wel. Een wilde fantasie. Het lijkt me zo inspirerend. Eindelijk heb je de vijand te pakken, meteen de vingers aan de... Een wilde fantasie heb jij. Zeg, nou, we zaten dus helemaal niet... fantasie. We lagen helemaal niet in bed. We zaten gewoon op de bank. Gijs schrijft dat stuk. En Gijs die schrijft een... Maar vind je dat de voormalige hoofdredacteur van De Waarheid de beste papieren heeft om iemand als meneer Van Doorn dan aan te vallen? Ja? Ja? Waarom niet? Nou ja, als je het dan over de Stalinistische beweging hebt, die heeft ook wat antisemitische vlekjes aan zijn verleden, dacht ik, of niet? Ja, maar daar begin je nog steeds over. Ik bedoel, ik heb je aan het begin van dit gesprek uitgelegd dat de CPN niks met Stalin te maken had. Nou, goed, ga door. B, heeft Gijs zich nooit schuldig gemaakt aan antisemitisme? Nee, natuurlijk, dat weet ik ook, dat is ook absoluut zo. Maar dus alleen, ja, iemand die zelf totalitaire regimes verdedigt, moet iemand anders aanvallen? Schreef hij een stukje over journalistiek en Morris. Ja. En hij is docent journalistiek, dus ik vond dat hij hele goede papieren had om daarover te schrijven. Maar Jezus, zeg ik, lijk ik werkelijk wel een Jehovah-getuige die ik denk dat het maakt dat je niet zwakker als je je eigen mannetje inschakelt dan.
Nee, maar ik had helemaal geen belang in deze kwestie. Dus ik hoefde helemaal niet zwakker of sterker te maken. Bovendien vond ik het heel vervelend dat de krant waar ik werkte, dat er zo'n stuk in had gestaan. Mm-hmm. En het leek me heel goed als daar vrij snel op gereageerd kon worden. Dus de volgende dag? Dus men overlegde, ik overlegde dan met Harry van Wijnen, mijn chef. En we kwamen tot de conclusie dat er snel iemand moest reageren. Ja. We kenden allebei iemand die snel en goed kon schrijven daarover, die dat ook wel wilde. Die heette Gijs Schreuders. Had wel vaker voor de opiniepagina geschreven. En hij kon dat snel doen. Ik bedoel, dat kan niet. Iedereen kan snel een stukje schrijven. Oké, Gijs komt met dat stuk. Ja. Dat wordt geplaatst de volgende dag of twee dagen daarna. Ja, ik moet nog wel even bijvertellen dat ik dus nog steeds ziek was. Want jij zit altijd overal rond te schrijven. Die verhalen van die Etty en met haar modempje. Dat vond jij dus ook een heel... Ja, ze regelt dat even met haar mannetje, weet je. Een ongelooflijk opwindend apparaat. Een soort dildo of zo. Het was zo makkelijk om een columnist te kwijtraken. Terwijl de NRC toch een bolwerk van vrijheid van meningsuiting is. Dat ik dacht, maar hoe werkt dat dan? Dus daarom praat ik dus ook niet. Dat weet ik dus ook niet, want ik was dus ziek. Goed, jij was ziek. Maar toch heb je van met je zieke voorhoofdzolt ontsteken. Ontsteking heb je het kunnen volgen. Twee dagen later staat het stuk van Gijs Schreuders erin. Nee, de volgende dag. Okay. Dat was ook de bedoeling, hè? Dat het volgende dag dat is een vrij felle aanval is dat geweest. Ja. Waarin het woord antisemitisme viel enzovoort. Ja, ik vond dat er zelf heel goed uitgelegd werd waarom het antisemitisch was. Maar vind jij Van Doorn echt een antisemiet, even tussendoor? Nou, ik vind zelf Van Doorn antisemiet, maar dat stond trouwens niet in dat stukje. In dat stukje stond dat het een antisemitisch stukje was. Mm-hmm. En, maar dat is min of meer hetzelfde zeggen, toch, over iemand? Nou, ik vond dus al die eerdere stukken van hem. En later heb ik ook nog van een of andere stichting die dat ook vond. Heb ik allemaal krantenknipsels toegestuurd gekregen. Die dan ook de passages die zij trouwens ook antisemitisch vonden, al veel eerder aangestreept hadden. Dus er waren een heleboel mensen die zich al veel langer aan het geschrijf stoorden. Maar ze hadden toen niet gedurfd het stierbouw van het verder was om een procesje te beginnen? Nou, het waren van die stukken waar je niet zo makkelijk... Ik bedoel, wat ik je net al zei, dat je dus in de toon en in de tendens dat proeft, maar waar je niet echt je vinger op kunt leggen en waar je niet kunt zeggen van nou, beginnen we een proces. Ik vond dat ook zijn stukken over Zuid-Afrika, vond ik echt niet kunnen. Dat vond ik dus echt racistische stukken. Hij schreef dat als de ANC aan de macht zou komen, dat een bloedbad zou opleveren. Nee, hij schreef dat... Dat schreef hij ook in ieder geval. Dat schreef hij ook, maar hij schreef voornamelijk dat de apartheid legitiem was. Mm-hmm. En dat vind ik dus, ja... Ik ben het er ook mee oneens, want het lijkt me, het is een gruwelijk systeem geweest, maar je mag dat wel vinden, toch, of niet? Ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Waarom? Natuurlijk mag je alles vinden, maar de vraag is ook of je alles mag publiceren, of je alles op mag schrijven. Vrijheid van meningsuiting is toch een groot goed, een ene en ondeelbaar? Ja, ja. Nou, dus als je een columnist in huis hebt, dan vraag je hem toch voor zijn mening, ook over apartheid, ook over... Ja, ik denk dat wij daarover mening verschillen. Ik denk dat je niet alles, wat beledigend of gevaarlijk of... Er zijn politiek correcte grenzen in wat je mag schrijven. Politiek correct, ethisch correct zou ik zeggen, ja. Het lijkt me een moeilijke positie voor een eindredactrice op zo'n pagina. Nee, ik vind het helemaal niet zo moeilijk. Oké, even het verhaal afmaken. Ik vind dat je wel zo flexibel mogelijk moet zijn, hoor. Ik vind ook dat je daar niet makkelijk over kunt oordelen of zo. Goed, maar even het verhaal afmaken. Dat stuk van Schreuders verschijnt. Wat gebeurt er vervolgens? Nou, vervolgens is er wat mij betreft is er niks gebeurd. Ik bleef dus ziek, hè. En toen een week later... Ik moet je er nog bij vertellen dat de hoofdredacteur met vakantie was. Die was weg. En de zaak is afgehandeld door de adjunct hoofdredacteur. En die was het, wie was dat? Het was Joost van der Vaart, heet die. En die was het, voor zover ik weet, was hij het eens met het stuk van Gijs. En die heeft Van Doorn toen laten reageren op dat stuk van Gijs. En dat stuk vond ik nog veel erger, dat tweede stuk mm-hmm. van Doorn. Toen heb ik ook niks mee te maken, ook niet met de plaatsing van dat stuk. Vond ik een hele rare move, het tweede stuk. Maar goed, in ieder geval twee weken later kwam ik terug, was ik weer beter. En op diezelfde dag kwam Ben Knapen ook van vakantie terug. Die toen eigenlijk nauwelijks wist wat er gebeurd was. Knapen was niet ingericht op zijn vakantieadres? Weet ik niet. Is die Knapen een brokkenpiloot? Is dat een slechte manager?
Ik weet niet of hij dit slim heeft aangepakt, die Van Doorn-kwestie. Vind ik zelf niet. Ja, want de tegenreactie was ook vrij stevig. Heel veel mensen vonden het niet terecht dat hij eruit werd gegooid. Ja, nou, volgens mij is het zwakke aan die reactie niet geweest dat Van Doorn eruit is geweest. Ik vind, als je eruit is gegooid, als je daarvoor kiest, ja, dan is dat een standpunt. Ja. Maar ik vond de argumentatie niet sterk. Wat was de argumentatie? De lezers hebben aanstoot genomen aan... Nee, de argumentatie was... Ja, weet je, het is alweer zo lang geleden. Nee, maar het is interessant. Het gaat over politiek correct denken. Ja, daarom vraag ik erover. De argumentatie was dat het onbetamelijk was. En dat vind ik een zwakke redenering. Ik vind het een zwakke aanleiding... Moet je als krant er niet trots op zijn als je columnist onbetamelijk is? Komrij is ook niet altijd betamelijk geweest. Ik vind het zo'n... Pam is ook niet altijd betamelijk. Ik vind het zo'n onduidelijk begrip, onbetamelijk. Ik bedoel, ja... Het duidt op fatsoen. Kennis van fatsoen. Soms kan het ontzettend leuk zijn, onbetamelijkheid. En soms minder. Maar ik vind onbetamelijk alleen vind ik geen reden om iemand eruit te donderen. Had je er geen spijt van achteraf? Nee, absoluut niet. Nee. Als ik je nou die camera geef, praat eens een minuutje tegen Van Doorn. Heb je helemaal geen behoefte aan. Het is toch je tegenstander? Die ga je toch met argumenten te lijf gaan? Nee, het is mijn tegenstander helemaal niet. Nou, mede dankzij jou is hij verdwenen bij die krant. Waarom nou mede dankzij mij? Nou, de hele procedure om kwijt te raken. Luister, mijn enige verantwoordelijkheid in deze kwestie is geweest dat ik op verzoek van een aantal collega's mijn chef heb gebeld. En gezegd van, wat een waanzinnig stuk staat er in de krant. Daar moeten we iets aan doen. Als je het nou zo'n foute man vindt, pak die camera dan. Val hem aan. Nee, ik heb echt geen behoefte om die man aan te vallen. Het komt nooit meer op in links op deze manier. Daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Ik zie die man helemaal niet als mijn tegenstander. Ik vind gewoon die man heel slecht. Hij schrijft goed, maar denkt slecht. Ik vind dat hij goed schrijft, maar ik vond dat stuk niet goed. Mm-mm. Ik vind heel vaak dat hij goede stukken heeft geschreven. Maar wie bent u om op de stoel van de ouders te gaan zitten? Is dat omdat de leerplicht voor hen ook geldt? Ik zit op de stoel van de wetgever. Ja. En de leerplicht geldt voor allen. Mm-hmm. De wet is dezelfde voor allen. Ook de leerplichtwet. Ook voor meisjes die uit moslimgezinnen komen. Dus ik heb gezegd, dat mag niet. Het is tegen de wet en het schaadt de emancipatie van die meisjes. Ja. Dat zijn jonge meisjes en die beginnen dan met een achterstand. En dat is gewoon puur slecht. Dus dat mag niet. Maar u zegt dat bijvoorbeeld niet over de meisjes die in Staphorst opgroeien, die wellicht hetzelfde over. Nee, maar ik zeg het wel bijvoorbeeld over het niet mogen injecteren, inoculeren, hoe heet het iets, inenten. Ja. Niet mogen inenten tegen polio. Ja. Dat vind ik ook puur slecht, verkeerd. Mm-hmm. Maar je zou in theorie doorgeminderd kunnen zeggen dat als je voor culturele integratie bent en respect voor andermans cultuur, dat bijvoorbeeld clitorisbesnijding U heeft het precies over hetzelfde onderwerp. U zegt respect voor andermans cultuur. Ja. Dat wil zeggen respect voor andermans culturele identiteit. Ja. Daar ben ik voor. Ja. Maar er zijn grenzen. En besnijdenis van meisjes valt duidelijk buiten die grenzen. En dat er mensen in Nederland zijn geweest die met droge ogen en in ernst dat hebben verdedigd, vind ik ook onbegrijpelijk. Mm-hmm. Mm-hmm. Noem eens een twijfelgeval. Veel van die mensen, als we even maar doorgaan, veel van die mensen komen in opstand in Nederland tegen de regering, tegen de wet. Ja. Maar als ze dan in vreemde culturen komen, dan zijn ze conformist. Ja. Revolutionair thuis, conformist in een vreemde. Puur voorbeeld van positieve discriminatie. En dat vindt u de schandelijke hypocrisie van menig linkse intellectueel? Dat vind ik niet de schandelijke hypocrisie van menig intellectueel, met linkse intellectueel. Dat vind ik een dogmatische opvatting van de positieve discriminatie. Dat zijn mensen die zozeer als het ware in verering zijn voor vreemde culturen, dat ze vergeten wat mensen die onze samenleving binnenkomen moeten doen om hun brood te verdienen, om zich in te passen, om zich aan te passen, om een toekomst op te bouwen voor zichzelf en voor hun kinderen. Noemt u eens een twijfelgeval waarvan u denkt, hier gaat de culturele identiteit wringen met onze normen en waarden en toch verdient die respect? Nou, er zijn twee punten waar het is aangepast, waar onze wet is aangepast. Dat is de wet op de lijkbezorging. Ja. Die is aangepast. Ja. En ook het wet op het slachten. Hij zal anders heten hoor, maar dat heeft dus te maken met ritueel slachten. Ik weet niet hoe die wet heet. Maar in ieder geval, de wet die dat regeert, zal ik maar zeggen, die is aangepast om rekening te houden met de moslimse. Maar u kent geen geval wat niet geregeld is nog in de wet? Waarvan u toch denkt, nou... Nou, wat ik in de tijd heb opgeworpen,
Maar ik denk niet dat dat actueel is. Dat was in Frankrijk actueel. Ja. Dat is wat heet polygame gezinshereniging. Laat ik uitleggen. Een Marokkaanse man in Nederland trouwt met een Nederlandse vrouw. Ja. Autochtone vrouw. Hij gaat op vakantie naar Marokko. Trouwt daar met een Marokkaanse vrouw. Ja. Mag hij die vrouw hier naartoe brengen? Ja. Polygame gezinshereniging. Mm-hmm. Dat was in Frankrijk sinds 1980 toegestaan. Ja. Dat is nu alweer in Frankrijk afgeschaft, maar een tijd lang was het toegestaan. Ik heb gezegd, dat doen we niet. En er was ook iemand op het ministerie van Justitie die zei, ja, misschien moet dat wel kunnen, want het is toch een recht op een gezinsleven, dat soort zaken meer. Mm-hmm. Ik heb gezegd, spijt me wel, kunnen we niet aan beginnen. Doen we niet eigenlijk? Ja, omdat polygamie tegen de Nederlandse wet is, wordt niet erkend. En het past ook niet in de Nederlandse samenleving. Dat vind ik wel een hele opmerkelijke uitspraak. Zo past dat niet in de Nederlandse samenleving. Nee. Nou, dat brengt me even op een tussenonderwerp. Een wettelijke... Kijk, dat u of een ander met meer dan één vrouw in de weer bent, dat moet u weten. Maar ik heb het nu over een wettelijke gesanctioneerde samenlevingsvorm. Ja, gaan we toch liever niet doen. Over gelijk... Weet ik niet hoor, gaan we liever niet doen. Ik zou het wel een blijk van liberalisme vinden als u dat wel zou toestemmen. Kent u die Chinese film over de vier rode lantaarns? Jawel. Over die man die met vier vrouwen getrouwd is? Ja. Heeft u opgemerkt hoeveel gelijkheid er is in dat gezin? Tussen die vier vrouwen en die man? Maar goed. Ja? Dan praat u over hoeveel een andere tijd, dan praat u ook over een andere tijd. Hoeveel gelijkheid is dat? Dat is een ongelukkig voorbeeld, vind ik. Ja. Want onzin slaat rechts niet uit, jaar in jaar uit. Dus als je dat nou allemaal bij elkaar... Nou, de nieuwe ideoloog, of jouw nieuwe ideoloog Bolkestein... Ja. Met zijn rare oppervlakkige verhaaltjes... Of zijn strijd tegen windmolens rond migranten... En dat soort artikelen die hij daarover schrijft. En dat wordt dan allemaal van... Tjonge, jongen, hier wordt het licht gezien. En dan dat was ook zo. Hij was de eerste die sommige dingen bespreekbaar durfde te maken. Wat voor dingen dan? Over illegale bijvoorbeeld. En over de plicht dat buitenlanders zich ook een beetje zouden moeten aanpassen. Dat was toen hij daarmee begon was dat... Was dat buitengewoon nieuw voor het schattenbaard, wat denk je dat hij al die zetels vandaan heeft gehaald? Dat komt toch ergens vandaan? Hij heeft een reservoir aangeboord van verontwaardigde burgers. Dat komt niet omdat hij iets bespreekt. Die dachten, iemand die durft te zeggen. Had jij het maar gedaan? Nee, dat wil ik zo komen. Maar niet omdat hij iets bespreekbaar heeft gemaakt. Hij heeft een keer daarna, maar dat was overigens alweer lang na die artikelen... heeft hij door een beetje mee te huilen daarmee... inderdaad dat stemmen binnengehaald waarvan dan Amsterdamse VVD'ers... gelukkig tegen mij hebben gezegd, dat hadden we liever niet. Want die hebben we liever niet in onze achterban erbij. Welke Amsterdamse VVD'ers waren? Ferry Houteman bijvoorbeeld, de Amsterdamse fractievoorzitter in de Raad. Die heeft gezegd, nou dat in het openbaar hoor, niet alleen tegen mij... van dat we die aanhang daar ten onrechte mee binnen hebben gehaald... dat betreur ik, hadden we liever niet gehad. En dat waardeer ik bijzonder bij Houteman. Maar ja, Bolkestein heeft zo'n uitspraak nooit gedaan... dat hij dit soort misverstand liever niet had gehad. Dat hij die racistische stemmers ook achter zich aan kreeg. Nee, maar het gaat nou om jaren eerder. Die artikelen waar hij allerhand dingen ging schrijven... als het moet hier niet zo worden dat ik cultuur van vrouwenbesnijdenissen... en vier vrouwen enzovoort. Alsof dat ook maar ergens een reëel probleem onder migranten in Nederland zou zijn. Terecht. Ik heb vaak voorgesteld in columns... om vrouwenbesnijding in het ziekenfonds op te nemen... in het kader van de culturele integratie. Maar dat was een beetje met een knipoog bedoeld natuurlijk. Maar ik zou graag dat je om ons zou willen horen... Maar misschien vind je dat wel verschrikkelijk als ik dat zeg... is dat onze doodsvijand momenteel het fundamentalistische islamitisme is. Onze doodsvijand? Denk ik wel, het grootste gevaar wat het Vrije Westen bedreigt. Vrije Westen? Nou, kijk, Vrije Westen? Hoezo Vrije Westen? Hebben we hier het recht om te mogen zeggen en denken wat we doen? Nee, die term Vrije Westen is zo'n probleem. Nee, maar het Vrije Westen bedreigt het islamiet. Kijk, er is natuurlijk in de hele wereld... is er de afgelopen tientallen jaren op diverse plekken... veel religieus fundamentalisme. Daar heb je gelijk ook christendom, natuurlijk. Ook christendom. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is de beleidsinvloed... van de ultra-fundamentalistische christenen gigantisch. Ook op het internationale beleid, op het nationale beleid. Dus als jij dan zegt, in het Vrije Westen zijn de fundamentalistische islamieten... ook maar een kleine minderheid daarbinnen hier. Dat is het grote gevaar. Waarom? Toch voel ik me minder bedreigd op Staphorst, laat ik het zo zeggen. Dan heb jij dus geen last van. Staphorst heel klein is, ja. Mm-hmm. Nee, maar ik vind die fundamentalistische christenen... qua opvatting even erg als die fundamentalistische islamieten. Ik vind het daar wel verschillen tussen zijn. Ja? Geloof ik wel. Ik denk dat die fundamentalistische christenen proberen je te bekeren. En dat proberen die fundamentalisten uit... islam helemaal niet. Nee. Die hebben geleerd dat als ze hier om zeep helpen, dat ze in de hemel terechtkomen. Dus is er enige groep hier in het Westen van die fundamentalisten uit de islam? Ik hoor dat wel eens een bommetje wordt gelegd. Ja, ik hoor dat het bij de metro in Parijs en... Dat heeft helemaal niks met het fundamentalistische... Is de VIS geen fundamentalistische partij? In Algerije? Ja. Ja, maar die gewapende strijd wordt gevoerd door een groepering die, zoals je weet, waarschijnlijk juist weer ook de VIS aan het uitmoorden is in Algerije. Maar los daarvan, wat bekend is geworden van die bommenlegger daar, dat is dat de hoogst gefrustreerde jongeren daar zijn uit, wat je dan daar wel bijna ghetto's kan noemen,
die vanuit een soort waanzinnige afkeer tegen de Franse staat dan zich daarvoor lenen. Maar, dus, maar het heeft heel weinig te maken met religieus fundamentalisme. Het is ook niet zo dat al die hele fundamentalistische islamitische stromingen nou het meest gewelddadig zijn. Dan gooi je echt alles op één hoop, zonder enig onderscheid. Ik kan me krant niet opslaan of ik lees dat soort berichten. Maar misschien, ik lees de Volkskrant, die lees jij niet meer misschien. Die lees ik af en toe. Die lees je af en toe. Maar als je over fundamentalisme wat wil lezen bij gelovigen, dan ben je het trouw aan een goed adres. Hoor. Ja, ook over de islam? Ja, er staat veel over de islam ook in de trouw. Ik dacht dat het een politiek correcte krant was. Dat ja, er staat veel over de islam, ja. Ook. En natuurlijk, maar is ook een beetje de traditie van die kant. Even samenvatten, je beschouwt de islam niet als een grote bedreiging. Nou, de islam al helemaal niet, maar het fundamentalisme daarbinnen is zo zwak en hier in het Westen al helemaal nauwelijks aan de orde, dat je, als je daar een grote bedreiging ziet, dan... Mijn naam is naïviteit, denk ik, als ik naar jou zit te kijken. Hoe kan je dat nou toch zo luchthartig zeggen? Noem nou eens één voorbeeld hier in Nederland waar wij een reëel gevaar hebben gehad van islamitisch fundamentalisme. Nee, dat is waar. Daar heb je wel gelijk. Maar ik geloof niet dat die bommen gelegd zijn en dergelijke. Vanuit zijn wel bommen gelegd bij moskeeën, ja. Ja, nee, maar vanuit de kringen heb ik ja, niet één, maar vele tien. Dat is misschien een groot gevaar. Nee, dat ja, vele helemaal tientallen. Niet. Vele Nederland, tientallen. Het schijnt toch uit. Bij moskeeën? Met brandstichtingen en bommen? Moet je gewoon documenteren. Vele tientallen. Ik heb altijd begrepen dat dat in Solingen en dergelijke in Duitsland wel het geval is. Hier veel meer. Godzijdank zijn er hier nog nooit mensen door dood gegaan. Maar diverse keren. Jij beschouwt racisme als een groter gevaar dan de islam? Hier op de dan, nou, de islam zou ik überhaupt niet als een gevaar. Net zo min als het christendom. Maar het fundamentalisme, in de religieus fundamentalisme in Nederland... neemt natuurlijk een veel kleiner probleem dan het racisme. Hoe zou het komen, het racisme, denk je? Nou, kijk, vreemdelingenhaat heb je natuurlijk overal. En naarmate er meer... Maar hoe komt dat? Nou, ik denk dat heb je natuurlijk overal, maar hoe zou je dat natuurlijk nou, het treedt natuurlijk meer naar buiten op het moment dat er veel vreemdelingen zijn ergens. Of mensen die als vreemdeling herkend worden. Of groepen dat ophitsen, zoals in de jaren 30. Dan komt die vreemdelingenhaat, die potentieel overal natuurlijk wel aanwezig is, die krijgt zijn kans. Je was net over Bolkestein bezig. Die had een deel van de racistische groepering had die aan zich gebonden. Hè? Is dat niet vanuit democratisch oogpunt juist heel goed? Omdat je voorkomt dat ze daarmee, dat die mensen daarmee bij een extreemrechtse splinter als Jamma terechtkomen? Nou kijk, als het zou voorkomen dat daardoor Jamma aan de macht komt of zo, dan zou je zeggen, goed, het kleinste kwaad. Jamma is het kleinste kwaad. Gevaarlijk. Maar... ik denk dat niet helemaal. Kijk, mijn bezwaar tegen de CD en zo, en ook dat die overal dan maar in zouden komen, dat is dat daarmee dat soort ideeën als getolereerd, als salonveeg bestempeld worden. Niet mensen zeggen, van zie je, dat zegt men daar ook al. Er is een groot verschil tussen getolereerd of salonveeg, volgens nou, mij. Nou, dat is niet zo heel groot. Het lijkt mij, Frank, dus, dat die ideeën dan langzaam ook de andere partijen worden overgenomen. Zoals kijk, de VVD maar, bijvoorbeeld. Op sommige punten, dat Bolkestein dan met eenzelfde soort verhaal. Kijk, de haat tegen mensen die hier zonder legale verblijfstatus zijn. Ja. Dat men die zelfs de meest elementaire gezondheidszorg of onderwijs voor kinderen wil onthouden. Onderwijs voor kinderen wist ik wel. Ik dacht dat dat met die gezondheidszorg van meeviel. Alles moest in de opvatting van Bolkestein moest illegale onthouden. Uitzondering gemaakt voor medische hulp op tv, tenminste, toen ik hem zag. Ja, de stervensbegeleiding. Ja. Maar dat hij had over medische hulp. Dat ging, nee, maak dat jij ervan sterven. Nee, dat ging om die acute hulp. Die sommige mensen dan zeggen, nou ja, acute hulp. Of als een besmettingsgevaar is. Want dan denken ze aan zichzelf, nou vooruit dan, wat doen. Maar niet met die mogelijkheden die er nog waren. Bijvoorbeeld Frank, de ziekenfondsen. Om gewoon iets te doen aan gezondheid voor iedereen die hier dan allerhand ernstige kwetsuren of weet ik wat hadden. Mm-hmm. Dat moest allemaal, dadelijk met die koppelingswet voor iemand als Bolkestein, moet dat allemaal... weg. Nou, het leek mij een beetje het voorbeeld van een intellectueel die doorschiet. Ik heb toen ook niet op de VVD gestemd. Dat vind ik wel een goede omschrijving. Ja, dat is... Intellectueel vind ik te veel eer, maar een intellectueel die doorschiet... Vind je intellectueel te veel eer voor Bolkestein? Ja, ik vind dat toch nog allemaal zo ben jij een intellectueel vergeleken bij Bolkestein? Daar geef ik er helemaal geen antwoord op. Waarom niet? Waarom kan ik niet zeggen? Nou, zeg nou eens even uit de volheid van je gemoed. Meneer Bolkestein... hier zit wel een intellectueel, u bent het niet. Zeg dat nou eens. Ja, dat zeg ik niet. Maar wat ik wil wel zeggen... Dit is je denkt toch superieur aan hem, of niet? Wat ik wil wel zeggen is dat wat toen allemaal zo geprezen werd... over wat hij aan de orde had gesteld over migranten... dat vond ik van een dermate laag niveau. Dat had ik wel beter gekund. En heb ik ook wel beter gedaan. Want al die dingen die jij noemde... van, is allemaal nooit aan de orde gesteld. Nou, alleen al door ons in de Amsterdamse gemeenteraad... en door mezelf zijn allemaal problemen die daar speelden... rond migranten, met migranten, voor migranten. Altijd gewoon normaal aan de orde gesteld. Maar dat was toen de grote leider Rabau als tweedeman op de verkiezingslijst had. En dat er moest worden gewerkt... Betreurde jij die verkiezing van Rabau trouwens op die lijst? De verkiezing van Rabau op zich niet. Ik heb toen zelf gestemd, zoals bekend, op Paul Rozemuller... omdat mij dat een betere lijsttrekker leek. Maar ik betreurde de verkiezing van Rabau verder niet. Oké, mag je falen of ik onderbrak je?
Nou, je had het over alles wat je nu aan de orde had. Nou ja, dat er toch eens iets gedaan moest worden aan integratie en zo. Dat is natuurlijk juist vanuit onze hoek, ook door mij in de gemeenteraad, al 10 jaar voordat Bolkestein zijn artikeltje schreef, aan de orde gesteld. Hoe kan het nou toch dan dat de brede massa voor Bolkestein gekozen heeft? Omdat hij het niet met de ondertoon doet, niet van er zijn reële problemen voor migranten en soms ook met migranten in onze samenleving en daar moeten we wat aan doen. En je moet dit doen aan integratie en dat doen. Als hij dat aan de orde had gesteld, was best. Maar had hij ook niet die nieuwswaarde gekregen. Want dan discussieerde men ook iedereen openlijk al ik weet niet hoe lang over. Maar omdat hij dat met die ondertoon heeft gedaan, van dat kan ook eigenlijk niet deugen. Onze cultuur wordt aangetast, precies het CD-verhaal. Die wordt bedreigd door allemaal het feit dat die mensen hier allemaal maar tot vrouwenbesnijdenis en weet ik wat over zouden willen gaan. Nu overdrijf jij weer een beetje. Nee, dat schreef hij in dat artikel. Dat waren zijn voorbeelden. Polygamie en vrouwenbesnijdenis, ik verzin ze niet. Dat was ook het stuitende, alsof dat überhaupt bij enige groep migranten hier aan de orde was, dat ze vinden dat dat in Nederland moet komen. Hoe kan het dan dat hij zo'n groot reservoir van opgeluchte mensen aantrok? Omdat heel veel mensen denken. Eigenlijk durft hij iemand het hardop te zeggen. Tuurlijk, omdat een heleboel mensen uit onwetendheid of omdat ze toch ook een beetje vreemdelingen angst of verhaald hebben, dan denken van ja, god, zo'n Jamma, dat is toch ook een gekke brulaap en zo. En daar kan ik niet achteraan lopen. En die zegt ook bijna openlijk dat Joden ook allemaal niet deugen en zo. Dus dat is al te schandelijk. Maar nu is er godzijdank ook een nette man met een bekakt accent. Een nette man met een bekakt accent. Nee, en die mensen die dat dus ook allemaal als gevoel hebben, die zeggen nou, dat heb ik wel, maar die Jamma is al te bar, die zegt het ook over Joden en zo. Dus die denken, nou god, zo'n nette man met zo'n bekakt accent nog wel, en die zegt nu ook al dat het toch erg een bedreiging is, die buitenlanders. Frank, als jij die gesluierde vrouwen ziet lopen, vind je dat een toonbeeld van emancipatie? Of hoe moet ik dat zien? Van jouw optiek als geëmancipeerde man in elkaar? Nou, er loopt in Nederland bijna geen gesluierde vrouwen. Nou, dit is nou echt... Dit gesluierde vrouwen? Wel vrouwen met hoofddoeken. Ik heb een tijdje in Amsterdam-West gewoond, dan leef je echt veel gesluierde vrouwen, hoor. Ik woon ook tientallen jaar in Amsterdam, en ook in Amsterdam-Oost, een hoge concentratie van islamitische... Een tijdje in West, ik woon ook 20 jaar in Amsterdam, dus wat dat betreft. Ja, nou, en kerel, zie ik dat er dus... Jij bent nu 42, ik ben 38, jij komt uit Den Haag, ik kom uit Wassenaar, wil je uitgrijden? Nou, en al die tijd lopen daar dus islamitische vrouwen, sommigen met hoofddoeken, andere niet, maar gesluierd lopen er maar heel weinig. Maar ik vind dus dat het een kwestie is van mensen zelf. Hoe ze zich kleden. Ben ik helemaal met je eens. Maar het is toch toch wel een symbool van onderwerping, is het niet? Nee, niet per se. Nee? Denk ik niet. Niet per se? Veel te simpel. Is het niet... Er zijn hier ontzettend veel Iraanse vrouwen ook heen gevlucht. Die daar in de vrijheidsstrijd tegen dat regime daar... de gevangenis zijn kunnen ontvluchten, gemarteld zijn. Weet en ik als je die meisjes die lopen... Die strijdbare vrouwen dan ook, die hier zeggen... maar ik ben wel zelf ook islamiet en daarom loop ik wel met één hoofddoek. Dan kan je niet zeggen dat ze allemaal vrouwen die onderdrukt zijn... die geen mening hebben, die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ik dacht niet meteen aan de gevluchte Iranese vrouwen. Nee, maar die lopen ook met een hoofddoek. Je kan dat dus niet allemaal op één... Je kan niet zeggen als je met een hoofddoek loopt, dan is een teken van onderdrukking. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat je niet als onbepaald voornaam wordt. Dat je niet het gevoel krijgt dat hier nou een grote geëmancipeerde massa rondloopt... waarbij de vrouwen evenveel recht hebben als mannen. Of ga je dat wel beweren? Vind je dat de positie van de Nederlandse vrouw gelijk moet worden gesteld... aan die van de allochtone islamitische? Qua gelijkberechtiging? Ik vind dat alle vrouwen, of ze nou islamitisch zijn of niet... Nee, niet het uitgangspunt, maar als je dan kijkt hoe het nu is. Hoe het de feitelijke toestand. Denk je dat het allemaal zo goed is, gelijkwaardig in de relatie tussen Nederlandse vrouwen en Nederlandse vrouwen? Zo dom ben ik niet. Ik denk wel dat die sluiers een teken van onderwerping zijn. Wat mij onaangenaam voor ogen. Hoofddoeken zijn geen sluiers. En ik denk niet dat... Ik heb ook sluiers gezien, sorry. Maar jij woont een ander deel van Amsterdam. Ik ben ook een Oost trouwens. Hoe kan dat nou toch? Je ziet hele andere dingen dan ik. Ja, ik stem VVD, je bent van GroenLinks. Probeer me te overtuigen. Ik breng mijn kinderen, nou zijn er nu te groot, maar toen ze nog klein waren, jaren naar school. En daar barstte het van de islamitische kinderen, Marokkaanse vooral, Marokkaanse vrouwen. En daar kwamen er, ik weet niet hoeveel van, met een hoofddoek, maar sluiers. Dat was toch echt heel zeldzaam, hoor, als je daar een keer in de buurt zit. Heb ik een HP naar de kop gekregen van iemand met een sluier, maar dit eventjes terzijde. Luister. Zie je zo strijd waar ze zijn. Nou, geweldig. Wat een intellectuele gaaf ook. Wat mij een beetje beangstigt, dat is dat de extremen zich weer zo gaan voordoen. Dat de moslims aan de ene kant, en dan bedoel ik niet de moslim in doorsnee, maar de fundamentalisten, in een paar landen die elkaar ook nog eens een keer de nek afsnijden en dat met liefde ook bij anderen doen, dat vind ik doodeng. En als ik dan nog een keer zie wat er in Israël gebeurt, dan vind ik dat ook doodeng. Zie je de EO ook niet doodeng? EO jongeren daar? Soms wel, soms wel. Nee, niet. De jongere dagen, niet de uitzendingen van de EO. Maar sommige uitingen van hen, denk ik, ja, daar heb ik nou echt afstand van genomen. Daar hoor ik niet meer bij. Daar kan ik ook niet meer mee overweg. Mm-hmm.
Maar wat doe je nou als je hier een miljoen fanatieke moslims hebt? Kan je wel zeggen, alles wat je net verteld hebt, het is goed als die hier zijn, de wereldregering, we zijn allemaal burgers van dezelfde aarde, maar je krijgt wel wat culturele verschillen toch misschien? Ja. Ik druk mij voorzichtig uit, want voor je het weet ben je weer een janmaat aanhanger of iets anders geweldigs. Maar ja, moslims die dragen natuurlijk ook wel veel bij aan de cultuur van de maatschappij. Ze zijn anders, heel anders opgevoed, ze denken heel anders. Het is wel heel verfrissend om ook met mensen... Sintorisbestrijding in het ziekenfonds, is dat heel verfrissend? Nee, dat is niet zo'n goed idee. Daar zou je denk ik wel voor moeten optreden. Toch wel? Ja, dat... Je hebt respect voor allemaal onze cultuur? Niet als kinderen de clitoris wordt weggesneden. Dat is een heel groot probleem. Het gebeurt ook in Nederland. Kijk, als een volwassene, dat gebeurt meestal niet, die heeft nog, de minste zou je hopen, een eigen zegje daarin. Maar als het bij kinderen gebeurt, dan lijkt me dat heel verschrikkelijk. Net zozeer als ik het verschrikkelijk vind als bij jongetjes. En mijn zusje, die heeft een kind gebaard in Amerika. Die werd automatisch gewoon de voorruit afgesneden. Heeft een enorm kabaal moeten hebben om gewoon te zeggen dat ze dat niet wilde. Ja. Dat vind ik ook, dat moeten de kinderen zelf weten. Maar ik ben ook zo'n slachtoffer, mij is ook niks gevraagd, maar ja, je helpt je toch niet, het leven door. Ja, je bent niet compleet. Ja. Nou ja, het klinkt allemaal heel erg idealistisch, maar er zitten wat praktische... Nou, je zou ook, ik weet niet of het idealistisch is, het klinkt... Je zegt het is realistisch, maar ik geloof niet dat het realistisch is. Nou ja, misschien is dat ook, het is meer dat je voor het algemeen belang pleit. Hè? Dat is economisch, die staan daar vaak voor. Dus bijvoorbeeld, het is net zoals in Nederland, heb je dus al die belangengroepen aan het werk verstarrend. Ja. Ook op internationaal vlak, als wij gewoon puur onze hele eigen zogenaamde voorbeeld, onze eigen belangengroepjes zouden volgen, dan zouden we zeggen, ja, al die migranten eruit. Ja. Maar dat is eigenlijk op de lange duur eigenlijk ook slecht voor ons. En dat is volgens mij de voornaamste les die je kan halen uit internationale economie. Dat is het verhaal wat ik net geprobeerd heb te geven. Mm-hmm. Ik denk dat het verhaal van Ad Koster heel kortzichtig is. Maar ik wil niet op zijn persoon drijven, want hij is daarvoor aangesteld om de hekken om Nederland te zetten om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus hij doet gewoon zijn baan. Mm-hmm. Dus je moet het kabinet erop aanspreken. Ik vind het een beetje flauw om Ad Koster daarvoor aan te wijzen. Dat is gewoon... Maar je zou het op de inzet van de verkiezingen kunnen maken. Kiezer, wilt u dat ja of nee? Legalisering van alle illegalen die hier zijn. Ik denk dat je dat moet doen, ja. Maar het is toch te gek, bijvoorbeeld toen met die ramp in de Bijlmer, dat we gewoon niet weten hoeveel Ghanese er waren. Dat allemaal in het schimmige treedt. Dat is volgens mij ook voor de maatschappij niet goed. En misschien doen een hoop van die mensen nuttig werk. Bijvoorbeeld die naaiateliers, daar worden een hoop diensten verleend. Als die naaiateliers er niet zijn, dan schijnt het een bos pakken. Of die pakken van die ene die toevallig net fiets gegaan was, weet dat andere merk. Nou, allerlei kostuums van bekende merken. Nou, ik geloof dat de CNA of de Bijenkorf zou niet kunnen leven zonder al die naaiateliers. Ja, maar die mensen worden ook onwaarschijnlijk uitgebuit. Die worden onwaarschijnlijk uitgebuit, maar de uitbuiting zou er precies minder zijn als je het gaat legaliseren. Want dan moeten ze wit werken. Ja, dan moeten ze wit werken. En dan is Maar dan gaat CNA daar niet meer kopen. Dan gaan ze kopen in ontwikkelingslanden waar ze wel uitgebuit kunnen worden. We hebben iets wel gedaan waar later heel erg over gediscussieerd is. Dat vind ik veel leuker. Dat is namelijk, er is ooit eens een keer een Palestijnse jongen heel erg afgetuigd tijdens de Intifada. Mm-hmm. En dat hebben we uitgezonden. En heel lang is daarover gediscussieerd, ook toen. En daar is een enorme discussie over ontstaan. Maar als jij wil laten zien, mensen vonden ons juist dat we daardoor een eenzijdig beeld gaven. Ja. En mensen vonden dat we dat te lang in beeld hebben gelaten, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo lang was. Mm-hmm. Er waren stemmen binnen de groep die zeiden van je moet dat niet laten zien. Maar er was wel wat aan de hand. Er was de opstand, stenen gooien. Dit was voor de eerste keer dat die beelden naar buiten kwamen. Maar dat leidt automatisch tot mijn volgende vraag. Probeer je objectief te zijn als je het jeugdjournaal maakt? Of zet je iedere potentie overboord wat dat betreft? We zijn natuurlijk geen mens, dus het natuurlijk kan helemaal objectief zijn. We zijn een nieuwsrubriek, ja. Al is het voor kinderen. En we zijn objectief, dus we dragen de feiten aan. Maar ik denk wel, behalve als het kinderen betreft, ik vind dan mag je binnen het jeugdjournaal, neem je het op voor kinderen. Mm-hmm. Natuurlijk neem je het op voor kinderen. Maar dat doen grote mensen meestal ook, toch? Aan de kant van kinderen. Niet. Is het zo? Is dat niet zo? Weet ik niet. Nou ja, dit zijn een soort stammenstrijd is het.
Middeleeuwen, Hoekse Kabeljauwse twisten. Nou, wat wij ook hebben gehad, dat je dus godsdienstoorlogen eigenlijk. En ik denk dat waar je voortdurend last van hebt, die moslims tegen christenen, gewoon volslagen onbegrip ook niet willen. Het is echt een stammenstrijd tussen mensen die Friezen tegen Brabanders of tegen Limburgers. Is geloof het ergste wat er is in jouw ervaring na al die jaren? Je vertelde net dit is een exodus. Dit is dus gruwelijk wat hier gebeurt. Ik denk dat men zich niet redt. Ik denk dat niet voor niks die ministers in wanhoop bij elkaar zitten van wat moeten we in godsvredesnaam uitspoken. Maar is er eerder voor zo'n bijvoorbeeld 50.000 Bosniërs hier op te nemen? Nee, want dat kan ook niet. Dat alles kan niet. Die mensen, ja, dan ga je heel Europa verhuizen. Dat is wat Hitler wilde. Dan gaan wij verhuizen naar met z'n allen. De Nederlanders moeten naar de Oekraïne. En die moeten daar. En dat is, de Joden moeten daarin. En de Bosniërs moeten daarin. Dat kan dus niet. Er zijn nou eenmaal plekken waar mensen wonen. En je kunt niet zeggen, we gaan heel Europa even veranderen op de kaart. Dan moet Freddy Heineken zijn hele Europese kaart gaan hertekenen. Dat zal wel heel erg zijn, natuurlijk. Dat kan dus niet. Maar als 50.000 Bosniërs met de dood bedreigd worden, kan je zeggen, neem ze op. Nee, je kunt ook zeggen, parkeer mensen over de grens van hun woongebied. Voor een periode, waar die Duitsers natuurlijk vreselijk tegen opzien. Maar je zult ze toch, je kunt niet zeggen, ga maar in Engeland zitten. Volslagen andere wereld, andere cultuur. Maar je kan wel zeggen, ga maar in Duitsland zitten. Probeer een oplossing te zoeken met elkaar. Ja, zolang daar die strijd aan de gang is, moet je natuurlijk niet zorgen dat die vrouw en die kinderen daar als idioten worden afgeslacht. Want dat gebeurt. Ja. Leg nog even die twee wetten uit waar je het over had. De eerste wet was... Zijn er twee wetten van Crufts? Of, ja, twee wetten van... Ja, de eerste wet van Crufts, dat is de wet van het abjecte Westen. Ja. Dat is ook bij een conflict tussen Westers en niet-Westers kiest de intellectueel altijd... Dus hij kiest altijd voor Libië, zeg maar, in plaats van voor Amerika. Nu, de tweede, hij kiest altijd voor de minderheid. Ja, de tweede wet is de wet van de onderdrukte minderheden. Maar past dat nou eens toe op de Tutsi's en de Hutsi's? Dus als je Afrika, Zuid-Afrika bekijkt, dan kan je afvragen waarom dat zo ontzettend tegen Zuid-Afrika aan gehetst wordt de afgelopen tijd. Terwijl die andere Afrikaanse landen hun zwarte bevolking eigenlijk nog veel erger onderdrukt dan Zuid-Afrika. Maar dat is dus weer te verklaren door de wet van het abjecte Westen. De Zuid-Afrikaanse regering werd een beetje als een Westers gezien, hè? Dat waren blanken. Ja. Dus daarom is dat te verklaren dat daar zo tegenaan werd geschopt en de rest van de Afrikaanse landen hun onderdanen rustig mochten uitmoorden. Ja. En andere dingen, bijvoorbeeld de wet van onderdrukte minderheden. Je hebt bijvoorbeeld het vreemde verschijnsel dat in Nederland kritiek op Joden erg taboe is en dat kan eigenlijk helemaal niet. En aan de andere kant heb je het vreemde verschijnsel dat kritiek op Israël juist erg in de mode was de afgelopen jaren. Omdat ze voor de Palestijnen kozen. Ja, ja, ja. En dan kan je ook afvragen hoe zit dat, maar dat is vrij makkelijk te verklaren met die twee wetten. In Nederland zijn de Joden minderheid en geldt dus de wet van de onderdrukte minderheden. Ja. En daar vormden de Palestijnen de minderheid en de Joden werden daar toch een beetje als Westers gezien. Dus dat was de reden waarom... En dan is het weer tegen het Westen en voort. En... Je kan zeggen, er is een oorlog overheen gegaan, dus het ligt wat gevoeliger. Maar goed, laten we daar nu niet op ingaan, want dat is ingewikkeld. Chapita, mag ik je wel vertellen. Als je die twee wetten, als je die nou... die heb je zelf uitgevonden, zeg maar. Waar komen die vandaan? Die komen uit jouw brein, maar hoe komt het dat de wereld... Ik heb ze ontdekt. Je hebt ze ontdekt? Ja, want ik zag dus sommige vreemde verschijnselen. Ik dacht, hoe zit dat nou? Bijvoorbeeld wat ik zei met de Joden en met Israël. Hoe zit dat nou? Zuid-Afrika en de rest van de Afrikaanse staten. Nou, en op die manier ben ik dus achtergekomen achter die twee wetten. Maar... En daarmee kan je hoe komt alles... het dat Nederland dan, of dat in het Westen onder intellectuelen dat opgeld deed? Is dat een soort masochisme? Of... Nou ja, daar heb ik ook over nagedacht. Hoe komt het dat in Nederland zijn het toch ook voornamelijk blanke heteroseksuele heren die hier de boventoon voeren. Hè? En toch heerst hier een algemene sfeer van dat blanke en heteroseksuele en mannen verwerpelijke onderdrukkers zijn. Dan denk je, hoe kan is dat nou? De algemene sfeer? Misschien in jouw privéomgeving, maar in de media. Nee, niet in mijn privéomgeving, in de media. Ja, ja, ja. In de media, is dat zo? Nou ja, dat weet je toch zelf wel, dat al die arme vrouwen zo gediscrimineerd worden en alle getonen die worden zo onderdrukt. En de homo's met AIDS, dat stuk over AIDS, dat gaat er toch ook weer over? Dat is toch de algemene atmosfeer die hier. Ja, het wordt de laatste tijd iets minder hoor, maar het is nog steeds wel de algemene sfeer. Mm-hmm. En dan denk ik inderdaad, hoe kon het nou dat die blanke heteroseksuele mannen zichzelf zo door het lijk halen? Hè? Wat is daar voor aardigheid aan? Zou dat masochisten zijn? Maar dat is niet zo. In feite is er iemand die zegt van...
zo'n blanke man, heteroseksueel, die zegt... blanken zijn verwerpelijk, want oh, ze discrimineren de zwarte zo. En hetero's zijn verwerpelijk, want oh, die homo's worden zo gediscrimineerd. En die zeggen in feite, blanken in het algemeen, maar ik niet. Hè? Ik niet. Ik ben anders. Ik ben goed. Ik ben goed. Dus je verklaart uit een massale behoefte om aan de goede kant te staan. Ja. Hoe verklaar je dan jouw behoefte? Mensen worden dus eigenlijk door slechtheid goed, zijn ze goed. De slechtheid die slaat om in zijn tegendeel. Ja. Maar hoe verklaar je dan in jouw geval dat jij eigenlijk altijd aan de foute kant wil staan? Nou ja, ik zeg niet dat je dat doet hoor. Nou, niet iedereen doet daaraan mee. Ik bedoel, Smalhout die heeft toch ook leuke dingen over aids gezegd. Buikhuizen misschien destijds. Even, by the way, je hebt nu zo'n hele discussie in Amerika hè, over dat zwarten zouden minder intelligent zijn omdat ze minder hoog scoren bij intelligentietests. Ja, dat is weer zoiets. Daar stond laatst, nou ja, dat... Maar goed, dat is dus ook zo'n onderwerp waarover gelogen wordt. Maar? Dat is, ik weet niet wat precies de gedachte daarachter is, waarom het zo vreselijk zou zijn om zoiets te zeggen. Ik bedoel, als je mensen als individu behandelt, heeft dat geen enkele consequentie. Alleen als je mensen als groepen gaat behandelen, heeft dat consequentie. Ja, maar het heeft politieke implicaties, want een van de gevolgen van het onderzoek was dat de roep om de bijstand af te schaffen in Amerika nog groter werd. Nou, ik zie dat helemaal niet als Nou, een van de opstellers van het rapport, notabene, die beweerde dus dat... Heb jij het gelezen, het boek? Ja, dat zwarte minder... En dat heeft hij echt erin gezet? Dat heeft hij echt erin gezet, ja. Ik zie daar het logische verband niet tussen. Nou, wie zijn de meeste uitkeringsgerechtigden in Amerikaanse binnensteden die het meeste gebruik van maken? Zwarte alleenstaande moeders. Hij zei dus dat je het uiteenvallen van zwarte gezinnen bevordert door de bijstand in te stellen. Omdat die zwarte gezinnen eerder uiteenvallen, zei hij, en de culturele omgeving dus ongunstig wordt vergeleken met die van blanken, zal ook het intelligentiecoëfficiënt minder ontwikkeld worden. Dat was het verhaal wat hij hield. Nou, het is wel dat die zwarte familie... Dat vond ik een object verhaal, maar goed. Dat de zwarte familie uiteenvalt, dat is wel een van de voornaamste redenen waarom de zwarten het in Amerika relatief slecht doen. Ja. Dus als je... Maar ik weet niet of dat met de IQ te maken heeft, dat zie ik niet zo direct. Nou ja, als het IQ cultureel bepaald wordt en de cultuur waarin je verkeert is minder gunstig om je intelligentie te scherpen dan elders... Ja, maar dat is eigenlijk in feite een heel progressief verhaal dan. Ja, maar dat gebruikt dus het hele rapport om te pleiten dat het bijstand... Zo zien maar weer dat... Ik bedoel, uit feiten kan je volgens mij niet snel echt zeggen... dit is de conclusie die je eruit moet trekken. Dat kan ook tegenovergestelde conclusie trekken. Ik bedoel, iemand die progressief is, die kan zeggen... dus moeten we allemaal programma's instellen... waarin die zwarten weer extra worden voorgetrokken... en extra scholing krijgen, et cetera. Ik bedoel, dat kan je toch ook concluderen? Mm-hmm. Dus dat verband zie ik niet zo. Je bent dus... Samenvattend, een geharnast tegenstander van positieve discriminatie. Ja, ja. Je verwijt... Ik ben voor gelijke rechten, dat is toch een oud-progressief idee. Mm-hmm. Je verwijt de media een soort politiek correct klimaat te scheppen? Ja, 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 je mag dat zo noemen, maar ik bedoel, dat wordt over het algemeen gebruikt als je het over Amerika hebt. Hè? Ja, mag je het over Nederland hier, hebben? Hier heb je dat dus inderdaad ook wel. Ja. Televisie voor blijmoedige mensen en zij die dat willen worden.